Kijk waar we zijn. Bij een chips shop. In de video. Ik ben met Gymshark naar Londen geweest om content te maken voor de Black Friday sales met verschillende creators. Want ja, je hoort het goed, de Black Friday sales van Gymshark komen er weer aan. Er is tot 70% korting op alles en je krijgt 10% extra korting bovenop de sales met mijn code ALOALIS10. Ja, dat hoor je goed. Mijn code is veranderd van ALOALIS naar ALOALIS10. Je kan deze code gebruiken om extra korting te krijgen en om mij te supporten. Maar de Black Friday sales, je wilt er natuurlijk alles over weten. Dus ik ga alvast heel eventjes wat vragen beantwoorden. Als eerst, Black Friday sale, 70% korting, 10% extra korting met code ALOALIS10. De Black Friday sale start op 21 november, volgende week donderdag, om 5 uur 's avonds hier in Nederlandse tijden. 5:17. Normaal was er altijd een website freeze bij Gymshark. Dus dan kon je vanaf 4:00 PM niet meer op de website. Zodat alle kortingen toegepast konden worden. Dit is dit jaar niet zo. Dus je kan gewoon blijven shoppen. Totdat het een paar minuten voor 5:00 is. En dan gaan ineens alle sales erop. En dan kun je meteen afrekenen. Je kan dus code ALOALIS10 alvast in je winkelmandje zetten. En deze dus meteen gebruiken bij het afrekenen. Nu is er ook iets nieuws bij Gymshark. Je mag dus terugsturen tot 31 januari. Dat betekent dat je ook al je kerstcadeautjes, al je Sinterklaascadeautjes, je nieuwjaarscadeautjes, je verjaardagscadeautjes voor december, januari, november. Alles kan je bestellen. En bewaren, tot 31 januari heb je tijd om het terug te sturen. Over ongeveer 2 of 3 dagen komt er nog een extra video online met al mijn favoriete Gymshark items en waarom. Ik zal ze dan nog eventjes allemaal aandoen en erbij vertellen wat ik er fijn aan vind en wat mijn wishlist is. Ik heb daar een aparte YouTube video over gemaakt, dus deze komt dit weekend online. En zo probeer ik jullie op de beste manier voor te bereiden. Maar het belangrijkste wat je moet weten, naast dat je nu gewoon je eigen wishlist kan maken en gewoon deze hele week alvast kan pre-shoppen om het vervolgens donderdag af te rekenen, is het allerbelangrijkst donderdag 21 november 5:00 in de namiddagavond. Code ALOALIS10 voor 10% extra korting. En het is chaos, ik weet het. Het is echt chaos, je wil op meteen afrekenen om 5:00 omdat gewoon alles weg is anders. Maar je kan dus alvast mijn code ALOALIS10 in je winkelmandje zetten, zodat je er niet aan hoeft te denken en het er gewoon in staat. Als je vragen hebt, mag je mij altijd een DM sturen of gewoon een persoonlijk berichtje, een comment onder deze video plaatsen met je vraag. Ik beantwoord alle vragen. Ik zal deze week extra online zijn om jullie hiervoor te helpen en voor te bereiden op de sale. En nu gaan we snel terug naar Londen. Oké, dit is onze hotelkamer. Een lekker bedje. Spiegeltje. En een lekker pijntje hier. Een lekker pijntje hier. De housie. Ja, heb ik al gebruikt. Een douche. Ja, en mijn bende. Want ja, u mag er altijd een bende van. Oh. Oké. Dus ja. Hoor. Het is best prima. Zo. Thank you.
Gymshark Store. En het is hier zo vet. Hier gewoon alle items. Dit is de men's section. It's amazing. It's amazing. Kijk. Dit is toch amazing. En deze? Oeh. Kijk hoe leuk. Dat is een must have. Voor een S'je of groter. Oké, de shirt zei tegen mij, je moet even passen voor de volledige ervaring hoe die bodywarmer staat bij je set die je al hebt. Want ik wil hem heel graag bij deze set aandoen. Het zijn niet helemaal mijn maten, maar het gaat om het idee, want ik heb deze set ook meegenomen vanmorgen. Dus ik ga het even passen. Oké, zo, dit is dan de fit waar we voor gaan. Maar ik heb nog een extra detail die wil ik ook nog even testen. Dat is namelijk deze headband. En ik zag dit en op de website en ik dacht, dit moet ik hebben. En toen twijfelde ik echt heel erg, want ja, gast, het is gewoon een normale headband. Waarom moet je dat hebben? Maar nu zag ik het hier in de winkel en ik dacht, ik wil het toch even testen. Nu kan het. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dit moet doen, maar ik denk dat ik dit zo het leukste. Wel. Is dat zo? Right. Lijkt het niet te erg op Pippi Langkous. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Hoe werkt dit? Iemand? Het is echt heel lelijk. Het is echt heel lelijk zo. Iemand deed dit, had het op zo. En dan met die AirPods erop. Het was echt amazing. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dit moet doen. Of ik doe hem zo. Shit, hoe werkt dit? Dat ik hem oprol. En dat ik hem gewoon zo in. Nu lijk ik echt op een piraat. Maar dit is wel een beetje het idee. Maar dan eigenlijk dat hij gewoon nog over mijn hoofd gaat. Dus hier ook. I don't know, man. Maar ik wil iets laten zien. Kijk. Ik film dit ook echt allemaal lekker met mijn telefoon. Maar je hebt dus hier dat je dit allemaal, zeg maar, kan optimizen zoals je zelf wil. Dus je kan het licht veranderen. Oké, dus. Zo. Om het beter te zien. Dan zo. Een beetje meer gedimd. En zo. Amazing. Oké, ik ga nog één keer proberen hoe dat moet. Want ik wil het echt op de juiste manier testen. Misschien zo. En dan erover. Oh! Ja. Ik denk dat het zo moet. En dan die koptelefoon op. Ja. Ja, zo. Kijk hier de achterkant ook. In die spiegel. I'm so excited. Ik ben echt zo gelukkig. Ah. Ja. Oké, okay, dat was geweldig. Dat was geweldig. Aanrader. Lekker steenie. Lekker tatjes. Dinsdag. En dinsdag, dat betekent de shootdag. Ik ben onderweg naar de gym. Ik heb net lekker ontbijtje gegeten, hebben jullie gezien. Ik ben onderweg, maar mijn bereik is hier zo slecht. Ik weet niet waardoor het komt. Doordat ik tussen al deze hoge gebouwen sta, of dat er allemaal mensen zijn, of dat het bereik gewoon goed is, of dat het aan mijn internet ligt, of mijn provider. Maar in ieder geval, ik ben onderweg naar de gym. En daar gaan we shooten de hele dag met Gymshark. En het wordt echt een hele geweldige dag. Want we verzorgen ook de lunch en het avondeten. En het is echt amazing. Het is echt amazing. En ik ga allemaal super vette Gymshark influencers ontmoeten. Dus dat is heel vet. En ik ga jullie gewoon meenemen. Kijk. Het is echt heel vet. Maar het is ook wel heel erg donker. Dit is twee verdiepingen in deze gym. En dat was beneden. En
vrienden ga ik even naar boven. Want ik moet ook video's maken. En anders vergeet ik dat. Just I want my music off. I want my music. Otherwise I can't hear. Are we in your shot? Is that? Just grab something. Thank you. Okay, let's get. Okay, ik kan in de gym zelf niet zoveel filmen omdat er gewoon heel veel muziek is. Maar het is amazing. Dit is mijn derde outfit. Ga even shooten. Okay, we hebben net geluncht. Nu gaan we weer verder met content maken. Dus let's go. Het is een beetje ingewikkeld, want iedereen wil content maken. En tegelijk zijn er niet heel veel plekken met goed licht. En overal is geluid. Soms zijn er flitsen en dat wil je niet als je een video maakt. Dus, maar we're figuring it out. Het komt helemaal goed. Het is helemaal leuk. Iedereen is ook zo supportive. Dat vind ik echt zo leuk. Dat is echt niet normaal. Dus ja, ik ben echt helemaal blij. Er past gewoon water in en alles gewoon en mijn telefoon, dus dat is amazing. Dus dat is de fit. En ik heb mijn telefoon net opgeladen, dus dat is echt top. Wij waren dus vergeten om zo'n blokje mee te nemen en je hebt zo'n Engelse stekker dinges nodig, dus die hebben we gisteren gekocht. Dat was 14 euro bij zo'n toeristenwinkeltje. Waarschijnlijk zijn we gewoon opgelicht, maar hè, dat maakt niet uit. Vandaag is een andere dag in Londen. Het is vandaag woensdag. We gaan eventjes de stad verkennen. Dus dat is echt heel erg leuk. Maar ik wilde alvast de vlog afsluiten omdat ik niet meer samen met Gymshark ben, maar gewoon zelf met Sjoerd. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En zorg dat je abonneert op mijn kanaal om gewoon nog veel meer te zien. En met de aankomende Black Friday sales komen er heel veel nieuwe dingetjes online. En dat. Heel erg bedankt. Tot de volgende. Wil je nog wat zeggen? Poep.